Hallo, goedenavond en welkom iedereen. In deze video over de economische cyclus en beleggen gaan we dieper in op de verschillende economische fasen en welke beleggingsbeslissingen u daarin kan maken. Nu, vandaag op de agenda gaan we u eerst een algemene kadering geven van de economische cyclus. Vervolgens gaan we verder naar de verschillende conjunctuurfases die er zijn binnen deze cyclus. En om af te sluiten gaan we nog eventjes stilstaan bij de begrippen berenmarkt en stierenmarkt. Nu, eerst en vooral, de economische conjunctuur is zeer belangrijk om in de gaten te houden als belegger. Het begrip conjunctuur staat voor het veranderen van het groeipercentage van de economie en de productie op korte termijn. Deze verandering uitzicht in een cyclus van opwaartse en neerwaartse bewegingen in de economie, doch steeds in een groeiende trend. Dit wordt gesymboliseerd hier door de groene pijl die dat diagonaal omhoog gaat. Nu, deze stijgende trendgroei die valt eigenlijk te verklaren door de groei van de bevolking, maar daarnaast ook door de stijging van de productiviteit die bijvoorbeeld afkomstig is van innovatie en bijvoorbeeld onderwijs. Nu, door de voornaamste kenmerken van elke conjunctuurfase te kennen, kan je als belegger anticiperen om zo de juiste actieve klassen, zoals aandelen, grondstoffen, obligaties of bijvoorbeeld vastgoed of cash, juist op te nemen in de portefeuille op de juiste momenten. Nu, de eerste fase die we gaan toelichten is de fase van de expansie. Nu, deze fase die wordt gekenmerkt door een stijgende economische groei en productie. De economie die draait op volle toeren en het vertrouwen in de toekomst is groot, zowel bij ondernemers als bij de gezinnen. Particulieren kopen erop los, bedrijven werken op maximale kracht, wat zorgt voor een lage werkloosheid. En dat geeft op zijn beurt een opwaartse druk op de lonen en de consumptie, met stijgende inflatie tot gevolg. De centrale bank die trekt de beleidsrente op om kredieten duurder te maken en sparen eigenlijk aantrekkelijk te maken. Nu, binnen deze fase van de expansie doen grondstoffen het uitstekend wegens de grote vraag vanuit de industrie, maar ook aandelen presteren enorm sterk wegens de sterke economie. Vooral technologieaandelen en grondstofaandelen, zoals bijvoorbeeld olie, gas en mijnbouw, zijn eigenlijk de best presterende sectoren in deze fase. Nu, op het einde van deze fase van de expansie beginnen aandelen echter te verzwakken, omdat de eerste beursbeleggers voor een omslag in de winstontwikkeling beginnen te vrezen. Nu, obligaties zijn door de renteverhogingen eerder te mijden en die gaan pas kunnen opgebouwd worden in een later fase. Nu, de volgende fase na een periode van hoogconjunctuur volgt een periode van laagconjunctuur. Nu, de overgang van de opgaande fase naar de neerwaartse fase die wordt omslag genoemd. Dus in de fase van de omslag die wordt gekenmerkt door een vertraging in de economische groei en de productie. Nu, tijdens deze fase bereikt de inflatie haar hoogtepunt. De centrale bank die remt de verdere economie af via renteverhogingen. En het vertrouwen van ondernemers en de gezinnen begint te verminderen. Particulieren beginnen minder te consumeren en gaan meer beginnen te sparen. Hierdoor gaan de bedrijfsvoorraden toenemen door een daling in de vraag en zo gaan voorraden zich beginnen opstapelen. Nu, de productie die zal bijgevolg ook afnemen en de werkloosheid die stijgt daardoor. Nu, in deze fase van de economie presteren bijna alle effecten zeer slecht. Nu, in deze fase is cash eigenlijk koning. Aandelen zijn bijzonder duur en riskeren zwaar te moeten corrigeren en afgestraft te worden wegens de verwachte economische terugval. Nu, voor obligaties is het nog iets te vroeg om deze weer op te bouwen. Vastgoed en grondstoffen zijn bijgevolg ook erg duur al. Nu, wenst u toch belegd te blijven, dan kiest u dan best voor meer defensievere aandelen die minder conjunctuurgevoelig zijn, zoals sectoren binnen de nutsbedrijven, voeding- en drankensector en de farmacie. Eens de economische groei zo goed als wegvalt, breekt de fase van de recessie aan. Nu, het vertrouwen van de ondernemers en de consumenten binnen deze recessie daalt naar het laagste niveau. Consumptie en investeringen blijven dalen. In deze fase gaat het enorm slecht met de economie en de centrale bank die zal de rente verder doen dalen om de economische activiteit aan te zwengelen en spaarders te ontmoedigen om verder te sparen
en zo geld te gaan beginnen uitgeven. Nu, de rente is enorm laag en dat maakt lenen zeer goedkoop. En dit zorgt ervoor dat de economie verder kan ondersteund worden toch met investeringen. Nu, in deze fase doen obligaties het eigenlijk zeer, zeer goed. De beleggers die schuwen risico en de lagere inflatie en de lagere rente die steunen de vastrendende producten zoals obligaties. Nu, wenst u toch een deel van uw vermogen aan te houden in aandelen, dan kiest u best voor de banken en de verzekeringssector. Zij profiteren namelijk het sterkste van deze dalende rente, aangezien de vraag daar nog steeds groot is. Nu, na een periode van de recessie is er weer economische groei zichtbaar. Op het einde van de herleving is de economische groei zelfs vrij fors. De groei is eigenlijk op zijn sterkste waar de herlevingsfase overgaat in de expansiefase, helemaal onderaan. De economie draait hier op hoge toeren, met zeer lage werkloosheidscijfers en een toenemende inflatie. De centrale bank die blijft de economie stimuleren met hun lage rentebeleid. De bedrijven gaan meer investeren en de gezinnen gaan meer beginnen uitgeven omdat de sparen toch niets meer opbrengt. Veel ondernemingen hebben noodgedwongen moeten herstructureren, waardoor de overcapaciteit in voorraden eigenlijk is beginnen af te bouwen. De werkgelegenheid neemt toe, ook naarmate de productie toeneemt. Nu, op dit punt van de cyclus zijn aandelen zeer goedkoop. Het herstel van de bedrijfswinsten is pas op gang gekomen. En ook grondstoffen die kunnen al een mooie stijging beginnen, omdat de vraag vanuit de industrie toch terug gaat beginnen aannemen. Nu, obligaties, spaarboekjes en kasbons zijn niet erg interessant, omdat de centrale banken de rente nu pas beginnen op te trekken. Nu, binnen het aandelenluik, wat schuiven wij terug naar voren? Voornamelijk de technologie-sector, de mediasector en de telecomsector. Dat zijn de sectoren dat wij naar voren schuiven om het beste te profiteren van deze stijging van de economie terug. Nu, de economische cyclus die geeft weer hoe de economie, rente en inflatie een impact hebben op de financiële markten. Doch binnen de verschillende fases van de economische cyclus kan een opwaartse trend afwisselen met een neerwaartse trend. In beleggingstermen is er sprake van stieren- en van berenmarkt. Zoals u hier ziet, gaan we eerst de stierenmarkt bespreken. Nu, een stierenmarkt op de beurs, dat betekent eigenlijk dat de beurs zich in een opwaartse trend bevindt. Bij de beleggers is dan optimisme troef en men verwacht alleen maar positieve evoluties. De koersen van aandelen stijgen fors en het lijkt niet op te kunnen. Meer en meer beleggers stappen in de boot van de bull market en willen grote winsten maken. Nu, vanwaar die benaming bull market of stierenmarkt? Als een stier ten aanval trekt, heeft het de specifieke eigenschap om zijn prooi op te tillen met zijn hoorns. Vandaar dus de verwijzing naar de stier in de beleggingswereld. In een stierenmarkt worden aandelen omhoog gestuurd. Die opwaartse stuwing die kan een hele tijd aanhouden en het lijkt soms wel eeuwig te blijven duren. Nu, een berenmarkt is het tegenovergestelde van een stierenmarkt. Op de beurs betekent dat de aandelen in het algemeen een neerwaartse trend vertonen. Dit kan doordat de economie in een slechte toestand verkeert of doordat beleggers worden overspoeld met negatief economisch nieuws. In een berenmarkt gaat de trend niet recht naar beneden, maar verloopt in schommelingen. Koersen van aandelen gaan omlaag, dan weer omhoog en dan weer omlaag. Het belangrijkste is dat de blijvende algemene trend neerwaarts is. Nu, waarom wordt er hier van een berenmarkt gesproken? De naamkeuze is zeker en vast niet toevallig. De beer is een dier dat aanvalt met neerslaande bewegingen van de klauwen en op die manier zijn prooi tegen de grond werkt. De essentie van de symboliek van de berenmarkt is dus de neergaande beweging. Beleggen op de beurs is geen exacte wetenschap en vooral een heel bewegend gegeven. Beleggen is met andere woorden een werkwoord. Als belegger dien je voortdurend op zoek te gaan naar signalen die een indicatie kunnen zijn van een wisseling van een fase in de economie. Nu, uiteraard laten we u bij Bolero niet aan uw lot over en via diverse kanalen informeren wij u over de evolutie van de financiële markten in de meest ruime zin van het woord. Nu, tot hier de video over de economische cyclus en beleggen. Ik hoop dat u een en ander heeft bijgeleerd en dat deze kennis u kan helpen bij het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen op de juiste momenten binnen deze cyclus. Bolero.be. Beleg online met inzicht.